Zo, tak. Zo. Kijk nou, kijk nou. Want even, jij hebt nog wat te melden. Ja. Goedenavond, want we beginnen met een heerlijk diner. Ja. Bereid door Mimi. Mimi. Het is zalm met asperges en aardappelpuree. Ja, en een heerlijk sausje. Ja, en een lekker rosetje en erbij. En een rosetje van het huis. En welkom bij vlog 52. Ja. Daar zijn we alweer. Daar zijn we alweer. Een luifel armer. Ja. Een vlogrijker. Ja, ja. Een goede vlog. Ja, hij gaat, doet het goed. Hij doet het goed, vlog 51. Ja. Dus hopelijk deze ook. Ja. Eet smakelijk, Ineke. Eet smakelijk. Nog een keer hallo. En kijk eens naar onze bordjes. Heerlijk gegeten. Mimi heeft de best gedaan. Ja, zeker. Maar dat doet ze eigenlijk altijd wel. Altijd, ja. Ja. Gisteren met de luifel, waar kwam ook meteen helpen. Ja. Het is echt een hele fijne plek hier. Ja. En ik neem nog een slokje. Neem nog een slokje, rosé. Want de fles is leeg. Oeh, zo jammer. Wat jammer. Dat die leeg is. Ja, maar ja. Ja, en morgen gaan we hier weer vertrekken. Eerst even boodschappen doen bij de Mercadona. Mm-hmm. En dan naar El Zorn. Ja. 3 weekjes genieten. Ja. Vrienden komen, die we vorig jaar daar hebben ontmoet. Jolanda en Erik. Rietje en Toon. Toon. Jij zegt altijd Toon. Ja, Ton. 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 Ja, Rietje en Ton. Rietje en Ton. Dus dat is hartstikke fijn. Ja. En Vera Soeters is er nog. En Vera is er nog, met Theo. Nog even meer mee praten. Ja, Hanny. Hanny, ja. En we gaan barbecue. Kip eten. Kip eten. Wandelen. Wandelen. Blauwe route, oranje route. Ik ga je niet steeds herhalen. Nee. Maar we gaan de komende 3 weken op een toeristencamping genieten. Ja. En we gaan ons best doen om ons top blijven vloggen, want... Blijkbaar vinden mensen ons erg leuk. Want we zijn ook leuk hoor. Ja. We zijn een leuk setje. En dan is het alweer de volgende ochtend. Zaterdag 16 maart. Jij bent de Starlink aan het opruimen. Ja. De rest is allemaal al klaar. Ja, het is warm. En het is heel warm. We gaan nog even buiten kijken. Zo, fietsen er weer in. Alles er weer in. Alleen de Starlink moet er nog in. Oh, dan moet ze gimpen nog aan. Want met slippers mag je niet auto rijden. En dan gaan we dit geweldige plekje verlaten. Voor weer een ander geweldig plekje. Toch? Wat zeg je, Nika? Dan gaan we dit weer verlaten voor een ander. Mooi plekje. Mooi plekje. We hebben al betaald, we moeten alleen nog even het vuil weggooien en dan gaan we. Zo, ik mag toch ook nog mee deze keer. Nou, we zijn vertrokken. Van Casa Los Lobos. Ja, heerlijke 5 dagen gehad. Mooi weer. Zeker. Maar kijk eens wat de omgeving, waar we doorheen rijden. Ja. We zijn nu op weg naar... El Zorro? Nee, we gaan eerst nog even boodschappen doen. Oh ja, we gaan eerst nog even naar de Mercadona. Ja, even wat lekkers halen. Voor een week in huis halen. Want je gaat niet zomaar even op de fiets boodschappen doen. Dat weten we nog van de vorige keer. Ja, vooral ik. Ja. En dan staan we nu in het favoriete gangpad van? Ons plakbandpensioen. Ja, want? De wijntjes. Ja. En ons plakbandpensioen gaat u deze aanbevelen. Een lekker wit wijntje, zoet van smaak. Weinig restsuikers, maar wel zoet van smaak. Met een klein zuurtje van de Maccabeo. En echt lekker wijntje aan te bevelen. Kan bij vis en bij Aziatisch eten. Het rosé'tje van Ineke's Ons Plakbandpensioen. Gewoon lekker fruitig, fris rosé'tje. Heerlijk. En dan gaan we nog een rood. En deze keer kiest Ons Plakbandpensioen...
Ja, dat duurt over het algemeen erg lang, maar we gaan het kort houden. We nemen de Adèle. Ja. Die kent ons plakbandpensioen nog niet. Misschien dat we hem al een keer gedronken, maar dat weten we dan niet meer. Maar we gaan hem proeven en we laten weten wat hij is. Zo, tak. Zo. Kijk nou, kijk nou. Oh, ja, dat kan ook natuurlijk. Ook dat gebeurt op een naturistencamping. Ik ben Feike Mulder. Ik ben klassiek gitaar, afgestudeerd in Zwolle, begin jaren 80. En ik mag op verzoek iets spelen voor jullie. Francisco Targa was een Spaanse componist uit de buurt van Barcelona. En dit liedje komt ook uit die buurt. Het heet Mi Favorita. Het stukje heet Lagrima van Francisco Targa, ergens begin, eind 19e eeuw. Hallo Ineke. Hallo. Wat ben je aan het doen? Nou, ik ben aan het haken, want ook al zijn we op aan het reizen, de haakbutiek haakt gewoon door. De haakbutiek hangt door. Ja, ik ben nu bezig met deze groene deken. Dat is, het patroon is van Wolplein. Het zijn allemaal losse banen, dus je kan ze mixen en matchen. Dus je kan ze zelf kijken welke volgorde je wil. En hij is nog niet klaar, ik ben nog bezig. Maar deze twee,
de droomdeken 6.0, ook van Wolplein het patroon. En de Barcelona deken, dat ben ik even kwijt waar het patroon vandaan komt. En die heb ik al af. En nou ja, als mensen interesse hebben, kunnen ze een mailtje sturen naar ineke@plakbandpensioen.nl. Of via Facebook, Instagram, of meer informatie willen, kan dat allemaal. Want ze zijn te koop. En deze is straks, als die af is, ook te koop. Oké, en hoe gaat dat haken? Want dat is net als breien, toch? Nee. Oh, sorry. Haken doe je met 1 naald. En breien doe je met 2 naalden. Maar je hebt verschillende soorten steken of motiefjes. Dus nu moet ik zoiets haken. Ja, hoe kan je dat noemen? Nu wordt het allemaal veetjes, zeg maar. Ja, ja. En dan moet ik nog 2 maken, 2 banen, 3 banen. En dat zijn ook weer andere steken. Ja, ja. Ja. Dus dan krijg je ook weer een ander motiefje. Ja, dus, en je kan zeggen, nou, ik wil deze in het midden hebben of deze helemaal aan die kant. Ja. En hoe lang doe je nou over zo'n deken? Nou, hier ben ik nu wel een poosje mee bezig, maar als ik echt veel haak, dan een paar weken. Okay. Het is, Nou, leuk om dat eens een keer te zien. Want... Ja, toch? Ja, echt wel. Dus ik ga nog even door. Oké, veel plezier. Oké. Hey, goedemiddag. We houden nog een praatje, Piet. Ja. Want even, jij hebt nog wat te melden. Ja, dat we, behalve dat we deze vlog hiermee afsluiten, vlog 52. Maar dat de volgende vlog wordt een vlog over een kleine terugblik, 2021-2022. We zitten namelijk op een naturistencamping. Beetje ver van de bewoonde wereld, tussen aanhalingstekens. Dus je kan hier niet veel filmen. En, maar dan hebben we dat bedacht. Vlog 53, de volgende dus, wordt een terugblik 2021-2022. Wat wij allemaal hebben meegemaakt, de hoogtepunten daaruit. Ja. De vlog daarop, vlog 54, kunnen we ook vast verklappen. Dat wordt Semana Santa. Dat is een paasfeest hier op Goede Vrijdag. Daar gaan Ineke en ik en veel bezoekers van deze camping ook naartoe. Ja. Het is van 4 uur 's middags, heb ik begrepen, tot 's avonds laat. Daar maken we mooie beelden van en een mooie vlog. En daarna wordt het weer een reguliere vlog. Ja. Ja? Doen we. Doen we. Hey, bedankt voor het kijken. Duimpje mag altijd. Ja. Abonneren mag. Graag. En blijf in deze getalen kijken. Dan worden we elke dag weer verrast. En dat vinden we superleuk. Ja. Ja? Hey, doei. Doei.